Breda Nu. Je weet het meteen. De gemeente Breda is in samenwerking met de Atea Groep een project gestart om jongeren uit de gemeentelijke uitkering te krijgen. In samenwerking met Stichting Nelis worden jongeren toegeleid naar een baan als glazenwasser. Een grote groep jongeren ging de ladder op om zo kennis te maken met het glazenwassersvak. Waarom bent u dit project begonnen? Ik ben Stichting Nelis begonnen omdat ik zelf een glazenwassersbedrijf had in het Haagse. Ik heb zelf ook veel jongens opgeleid in mijn bedrijf. En ten tijde van het hoogtepunt jeugdwerkeloosheid had ik het gevoel dat ik iets kon doen daaraan. Jongeren een kans bieden. Een beter toekomstbeeld. En dat kon ik doen door middel van mijn vak over te brengen. Ik vind de glazenwasserij een fantastisch vak. Ik heb daar zelf altijd mijn geld in kunnen verdienen. Ik kom zelf uit een buurt in Den Haag waar het niet allemaal roze geur en maneschijn was. Een hoop ellende. Veel jongens uit mijn omgeving die af zijn gezakt. En ik heb door de glazenwasserij die kans gehad. En ik heb daar heel veel in kunnen doen en mee kunnen bereiken. En ik gun dat andere jongens ook. Number 126. I will be right tomorrow. Zijn de mensen die jou dingen leren ook echt gewoon aardig voor je en helpen ze echt ook goed? Ja, ze zijn heel aardig en enthousiast, ook meegaand. En de mensen zijn goed gezind, echt superleuk, ja. Ja. Ja, kijk, wij hebben een traject waarin wij 3 maanden met de jongens aan de slag gaan. Dus we hebben ook de doelstelling om dat binnen 3 maanden te organiseren. Een baan zoeken is 1, maar een baan houden is 2. En je hebt er niks aan als deze jongens een werkgever hebben. En ze zijn die baan kwijt na een maand. Dus wij proberen ook te kijken hoe kunnen we met andere zaken helpen. Schuldenproblematiek is heel groot bij jongeren. Hebben ze een vaste woon-verblijfplaats? Hoe is het fysiek? Gezondheid? Sommige jongens hebben soms nog wel eens iets boven hun hoofd hangen. Als we het hebben over korte straffen. En dat zijn ook dingen die moeten we uitzoeken. Zodat ze niet tijdens zo'n traject ineens wegvallen. Om wat voor reden dan ook. Na deze 3 maanden zie jij jezelf dan als glazenwasser of iets anders? Ja, ik zie mij wel als glazenwasser om dat vak toch beter onder de knie te krijgen en mij verder te ontwikkelen, ja. When I'm cleaning windows,